Hallo en welkom op de Sofa met Seka, onze wekelijkse podcast waarin ik een zeer interessante en leuke auteurs mag interviewen. Vandaag op de Sofa met Seka is Don Kronenberg. Hij is een auteur en communicatiespecialist en hij komt vandaag vertellen over zijn nieuwe boek die zeer actueel is. En het boek is Zelensky. De clown tegen de tsaar. Voilà. Don, van harte welkom. Dankjewel. Ja, heel de weg afgelegd van Nederland om naar België te komen. Nederland ligt dicht bij België, hoor. Dicht bij mij, uiteraard. Soms mentaal wat minder, maar fysiek toch echt heel dichtbij. Ja. Voilà, de Hollandse nuchterheid, zoals ze dat zeggen. Zeker. Down to the earth. Zeker, ja. Voilà. Ik zei net, je bent schrijver, adviseur en communicatie. Je hebt eigen communicatiebureau. Ja. En je schrijft ook boeken. Ja. Je bent eigenlijk tweede keer op de Sofa met Seka. Ja, we hebben elkaar vorig jaar gezien. En dat was een boek over Silicon Valley. Ja, klopt. Yes, klopt. Dat vond ik zeer interessant. Ja. En vandaag gaan we het hebben over Zelensky. Waar beginnen zou ik zeggen? Ja, je kunt, als je terug wil om het ontstaan van de oorlog te verklaren. Ik bedoel, historici weten dat beter. Je kunt vele eeuwen terug natuurlijk. Ik heb de indruk dat met name sinds 2014, dus de Krim, voortdurend de gevechten ook in de Donbassregio. Ik heb de indruk dat uiteindelijk bijna in persoonlijke zin, dus de strijd tussen Zelensky en Poetin, maar die is natuurlijk al jaren gaande, en wij maken daar maar de helft van mee waarschijnlijk, ja. Dat daar op een gegeven moment iets zo ver is gedreven. Kijk, Poetin is natuurlijk een despoot, een apart heerschap. Zelensky kan er ook wat van. Niet in de zin van Poetin, maar wel in de zin van hoe kan ik mensen irriteren, voortdurend aan stoelpoten blijven zagen, voortdurend erop wijzen dat de USSR niet meer bestaat, dat je te maken hebt met een nieuwe wereld, enzovoort, enzovoort. En ik las ook ergens dat op een gegeven moment Zelensky heeft ook moeilijkheden gekregen met de oligarchen in Rusland en in zijn eigen land. Dat kan ook niet anders natuurlijk, hè. Maar het schijnt dat hij op een zeker moment een oligarch Medvedchuk heeft aangevallen. En dat dat meer in persoonlijke zin ook voor Poetin de druppel was. Hoewel hij, naar het schijnt, al jaren met de voorbereiding bezig is geweest hiervan. Hè? Dat Poetin in persoonlijke zin zegt, nou pak je mijn vriend, mijn kameraad zo vervelend aan, nu is de maat vol. Dus je kunt allerlei strategische verhalen, van de NAVO heeft mij gedwongen om deze actie. Weet ik van wat, er zijn alle mogelijke redenen voor. Mm-hmm. Maar ik lees de laatste tijd ook wel veel over gewoon dat die mannen elkaar persoonlijk zo, het leven zo verschrikkelijk moeilijk maken, dat Poetin op een gegeven moment heeft gedacht, en nu is het klaar. Ja. En dat dat een van de mede drijfveren zou zijn geweest om dit echt te beginnen. Ja, uiteraard. Ja. En elke normale mens zou zeggen, dat is nu niet de reden om oorlog te starten en zoveel honderden duizenden mensen te gaan vermoorden. Nee, hè? Nee. En uw eigen soldaten laten vermoorden. Ja, maar toch, ja. Ja, het is, misschien veel mensen zeggen ook dat hij zich vergist heeft. Ik kan het helemaal niet beoordelen. Hij zou snel Kiev binnenvallen en de Oekraïners zouden zodanig onder de indruk zijn dat je dan maar overgeeft. Ja. Dat is allemaal niet gebeurd. Nou, de Oekraïne is sinds een paar weken bezig met een tegenoffensief. Dat lijkt succesvol te lopen. Hoe het over 3 weken is. Kijk, Poetin dreigt alweer met nieuwe raketten. Hè? Dus het is een man die ademt en oorlog. Dat is macht. Eigenlijk in een oorlog, macht, geld. Ja. In die zin is het iemand die op geen enkele manier wat dan ook positiefs bijdraagt aan de wereld, wat mij betreft. Ik heb ooit een reportage gezien over hoe dat Poetin aan de macht is gekomen. Mm. En voor Poetin was Yeltsin aan de macht. En Yeltsin heeft hem geholpen verkozen te geraken. Ja. En Yeltsin komt uit een zeer gerespecteerde politieke familie in Rusland. Ja. En ze zitten daar allemaal eigenlijk een soort reality te filmen. Dus ter plaatse en de hele familie, het hele team rond Yeltsin op tv te kijken naar de uitslagen. En ze zien dat Poetin is verkozen en ze zijn allemaal blij. En ja, natuurlijk de eerste wat Yeltsin verwacht, Poetin gaat me nu bellen. Ja. En dat gebeurt niet. Nee. En het moment dat ze het allemaal beseffen, die telefoon komt niet meer. Nee. Dus het moment dat Poetin heeft macht gegrepen, heeft hem Yeltsin laten vallen. Ja, nu heb precies. Ik jou niet meer, nu heb ik het. Ja, en ik laat het niet meer los. Ja. Dus dat zegt natuurlijk ook iets over hem. Hij Zeker. Is niet van plan om iemand zijn poppetje te zijn.
Nee. Misschien dat hij daarom ook, althans dat was aan de buitenkant zo, dat het leek alsof hij met Donald Trump wel goed overweg kon. Als je uitsluitend praat in termen van macht, van ego, Ja. wat mij betreft van pure stompzinnigheid, dan begrijp je elkaar. Hij luistert ook naar niemand, hè? Dus, ik bedoel, wat je de laatste tijd hoort, is dat hij zowel afscheid neemt van zijn van hoge ambtenaar in het ministerie van Defensie. Hij vertrouwt zijn legertop niet meer of zo. Dus hij werkt nu vooral samen, meen ik, met Prigozhin. Dat is de man van de Wagnergroep. Dat is een groep Ja, van huurlingen. de Wagnergroep, Hè, ja. dat soort. Ja. Het maakt hem ook niet uit met wie hij te maken heeft. Nee, zolang Als dat je hij maar aan de kan macht winnen. blijft. Ja. Ja, Ja. zolang dat hij aan de En macht als je blijft. zoveel gas en olie in de grond hebt, Ja. heb je nogal een vrij sterk onderhandelingsargument, hè? Maar daar gaat het denk ik om, hè? Zeker. Ja, 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 want ja. Oekraïne heeft een echt heel groot Ja, enorm. rijkdom Ja. aan gas en Dat, olie, ja, ja. er is, althans in Nederland wordt er ook wel over gediscussieerd. Dus dat sommigen zeggen van ja, maar dit is gewoon ideologie. Hij wil de oude USSR terug, liever nog voor die tijd. Terwijl anderen zeggen wel nee hoor, Nee. het gaat om het verdienmodel. Ja, Hè, maar ze dus pakken dat wel in. We hebben weer ja. terug onze Rusland Ja, sterk, maar ze dat hebben, het is. is een soort ideologie. Het is een soort. Nou, wat ik heel. Ik begrijp de ideologie ook bijna niet meer hoor. Ik moet. Churchill die heeft een keer gezegd dat Rusland voor hem het meest onbegrijpelijke land ter wereld is. Ja. Het meest mis. Ik geloof dat meteen. Ja. Het is zo moeilijk te volgen wat hij. Bijvoorbeeld de reactie gisteren, ik weet niet of je het gevolgd hebt. Elisabeth overlijdt. Dan heb je een hele week gedoe, maandag begrafenis. Poetin wordt niet uitgenodigd. Vanmorgen heeft hij gezegd, hij vindt dat blasfemisch. Hij vindt het godslasterlijk Dat dat er niet hij uitkomt. niet is uitgenodigd voor. Kijk, als je zo denkt, dan is er meer dan één draadje los, hè? Ja. Dus ja, dus Ben je ik vind niet dat heel meer, moeilijk om me ja. daarin in te leven. Ja. Het enige wat ik nog kan zeggen, ik veronderstel dat deze man als oorlogsmisdadiger straks berecht gaat worden. Hetzelfde lot misschien wel als Hussein of Gaddafi. In die categorieën zie ik deze meneer. Ja. Ja, ik heb er bijna geen woorden voor hoe Ja, ik zie het. absurd deze man aan de gang is. Ja, dat Echt. is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. Ja. Ja, we gaan eventjes kijken hoe dat allemaal begonnen is. Het was in 2014. Was toen Zelensky eigenlijk net daarvoor was hem eigenlijk nog een acteur. Ja. Een soap Zeker. reeks. Ja. En de reeks ging over president worden. Onder andere, nou, het was in zijn productiebedrijf. Ja, met wie kun je hem eigenlijk vergelijken? Hij werd wel eens ooit vergeleken met Benny Hill, maar dat vind ik eigenlijk niet terecht, want Benny Hill is veel, dat Veel is meer onderbroekenlol. ja, En onderbroek, dit is echt politiek geëngageerd, hè? ja. Dus hij doet dat al heel lang. En dat was niet alleen richting Rusland, het was ook richting de machthebbers in de tijd in de Oekraïne zelf. De oligarchen die alles zitten te bepalen, weet ik wat. Er waren zoveel misstanden. Dus ik weet niet, heb je wel eens ooit die filmpjes gezien? De Diener van het Volk? Ja. Kijk, ik vind die dingen heel goed gemaakt. Soms zijn ze een beetje langdradig. Soms gaat hij ook te ver. Dat hij dingen ook doet. Dat je denkt, nou ja, vind je dat nou zo netjes? Dat vind ik niet zo kies of zo. Maar de ondertoon is elke keer heel duidelijk. Voortdurend prikken uitdelen Irriteren. voortdurend irriteren naar de elite in Kiev, in Moskou, enzovoort, Ja. enzovoort. Dus je kon, nou ja, dat hij werkelijk president zou worden, dat had hij zelf Nee, niet verwacht, uiteraard. schat Ja, ik zo, hè. ja. Maar als je het achteraf bekijkt, het is heel wonderlijk. Hè? Dus dat je eerst acteert als president en het vervolgens ook echt wordt. Maar achteraf misschien denk je, nou, misschien is het anders zo gek nog niet En dat dit zo loopt, hè. hij heeft ook een momentum gecreëerd met zijn tv-aanwezigheid en Absoluut. populariteit. Ja, En dan ja. was het denk ik op een bepaald moment, ja, yes, why not? En Ja. ik denk dat op dat moment ook met de president toen, die eigenlijk niet gewild was door het volk, Nee, dat is, hij ja. heeft dus een kans gezien Ja. en hij is echt gaan toeren Ja. door het land. Het is een enorm groot land, Oekraïne, ja. Absoluut. Ja. Ja, en hij heeft ook iets. Nou, het is niet zo. Hij doet ook allerlei dingen. Wow, waarvan wij zouden zeggen, nou zou je dat zo moeten doen en zo. Maar hij heeft wel een aantal dingen gedaan. Bijvoorbeeld zijn populariteit. Dat het zo'n gemakkelijk man is. Hè? Dus dat je uit de auto stapt en wil jij met mij een selfie? Nou, dan maken wij toch een selfie. Dat soort dingen had je aan Poroshenko niet moeten vragen. En andere. Dus ik vermoed dat hij gewoon ook als persoon, dus niet alleen qua ideologie, maar ook gewoon als persoon, en ook zoals hij met zijn vrouw en met zijn kids op de foto, weet je, allemaal dat soort dingen. Hij weet natuurlijk heel goed wat hij doet, hè. Hij is Over PR-man, communicatie gesproken, dat. puur dan, ja. Ja. Maar ik vind hem wat dat betreft toch een heel andere soort indruk maken dan.
Dan ook hoe die zich, nou, daar hebben we het eerder over gehad, hoe die zich kleedt. Dat groene t-shirt, dat is allemaal niet per ongeluk, hè? Dus bijna niks is per ongeluk. Überhaupt ook in de. Dat waardeer ik wel zeer. Ja. Ja, zeker. Ja. Dus hij presenteert zich als president die liever doodgaat dan zijn volk achterlaten. Ja. En hij doet dat ook. Ja. Hij bewijst het ook. Ja. Ik denk dat dat. Ik weet niet hoeveel pogingen tot attentaten Ja, er zijn zijn er al geweest op diverse hem. geweest. Ja. Ja, Ja. Ja. ja, hij weet het. Ja. In principe, als Poetin hem echt wil doden, Ja. dan is hem de. Ja. 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 Maar ja, dan misschien dat dan geldt wat de consequentie. Want ik denk ook nu in de tijd dat Oekraïne lijkt. Nou ja, lijkt 6.000, 7.000 vierkante kilometer teruggewonnen. Allerlei zaken. Je ziet vrij veel berichtgeving over problemen aan de Russische kanten. Ook in het land zelf. Maar logistiek, qua motivatie, qua wapenarsenaal. Er zijn allerlei problemen. Zeg. Maar je zou ook kunnen zeggen, juist nu is het gevaar van een aanslag nog veel groter dan normaal. Want als Poetin nu ergens behoefte aan heeft, dan is het wel dat ze daar iemand in Kiev onthoofden. En dat dan, hoewel ik vermoed dat er dan allang iemand klaar staat. Die Oekraïners die kunnen op geen enkele manier meer terug. Ja. Wij als Westen ook niet. Nee. Wij kunnen, ik zou niet weten hoe wij op een zeker moment kunnen zeggen van, we stoppen met wapenleveranties of we stoppen met dit of dat. Ja. Dat is onmogelijk. Maar ongeacht, denk ik ook, wat de achterliggende reden van deze oorlog is, en het is denk ik vooral economische, strategische positie, zoveel voor Oost in Azië als voor Westen. Zeker, zeker. Ja. Zit vol olie en gas. Oké, iedereen wil daar zijn. Hè? Ja, ja, ja. Voor Poetin is dat ook een bron van inkomsten. Absoluut. Voor Oekraïne ook. Ja. Oekraïne wil met Europeanen. En ik denk ook de Oekraïnse volk ook. Ja, hè? En ja. je kunt er niet meer omkeren. Eens dat de doden gevallen zijn nu, in 2014 ook Ja, al, ja. kun je niet meer terug. Nee, De nee. haat is en de kloof is zo diep geworden. Ja, ja. Dat je dat niet meer Dat terug krijg je kunt. nooit meer goed. Nee, Kun dat je niet klopt. meer goed Nee. doen. Nee, ik heb toevallig over dat Europese. Op Netflix staat een hele mooie documentaire over de Maidan-revolutie. Maidan, hè? Kijk, en als je dat bekijkt, en dus iedereen loopt ook om die Russen te provoceren, dus iedereen loopt met de Europese vlag rond en dergelijke. Je zegt, dat komt ook nooit meer goed. Nee. Er zijn doden gevallen toen. En ik geloof dat een van de Amerikanen meteen in het begin al zei, elke dag dat jullie langer Oekraïnse burgers blijven doodschieten, wordt de kloof al maar dieper. En gaan hier gewoon, komt dit in geen 3 eeuwen meer goed. Ja. En dat is, ik denk dat dat inderdaad, en als je dan daarnaast nog wat onder andere in Bucha is gebeurd, wat gisteren bekend werd, dus dat er waarschijnlijk ook massagraven in Izum zijn gevonden. Ja. In een dorp waar Zelensky van komt, hè? Dat was, nee, dat was, daar hadden ze een, wat hadden ze daar ook weer gedaan? Oh nee, daar hadden ze een waterdam, hebben ze daar gebombardeerd. Ja, Dat was niet. Ja, nee, Izum hebben ze bevrijd. En vanmorgen, toen wij in de auto hier naartoe kwamen, of was het bericht dat er ook martelkamers zijn gevonden in dat dorp. Dus ja, ik kan niet bedenken hoe je op grond van dit soort gebeurtenissen een relatie zou kunnen herstellen. Ja. Ik weet het werkelijk niet. De laatste bericht dat ik ook nog eens opmerkelijk vond, is dat Poetin nu letterlijk criminelen die vastzitten in gevangenis in leger uitnodigt. Ja. En ga maar en doe maar en mag doen wat je wilt. Ja, ja. Dat is die Prigozhin van. En je wordt dan vrij. Ja. Gelaten, dus ja. Je moet niet meer in bak zitten. Ja. Doet me heel sterk denken, er zijn heel veel parallellen met de oorlog in ex-Jugoslavië, waar ik vandaan kom. Ja. En als we kijken naar de manier van aanpak en retoriek, ik lees en ik zie identiek hetzelfde verhaal. Ja, ja. Komt het op neer dat Poetin zegt dat Oekraïne op zichzelf aan het schieten zijn. Ja. Dat de dode mensen op straat acteurs zijn. Ja, ja, dat, ja. Dat allemaal niks aan de hand. Dat hij maar de Russische bevolking beschermt die in Oekraïne woont. Ja. Dat is natuurlijk allemaal kwatsch. Maar ik heb het meegemaakt in mijn eigen land. Het was juist hetzelfde. De Serviërs kwamen in Bosnië. Ja, ja, ja. Daar waren ook oorlogscriminelen en gewoon criminelen die uit gevangenis en psychiatrie werden gehaald. Ja, 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 ja. Zij worden drugs gegeven, alcohol, en dan mochten die zich gaan uitleven op de bevolking in Bosnië. En zo zijn er ongelooflijk veel mensen vermoord. Mijn broer is bijna 3 keer vermoord door dit soort bendes. Allemaal crimineel bende, heeft niks met religie te maken. Nee. Niks met. Het is gewoon, ze kregen carte blanche om terreur te zaaien, om mensen bang te maken, Ja, mensen doen vluchten, zodat zij eigenlijk
macht kunnen hebben en meer land. En daar draait het eigenlijk om. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, wat dat betreft is het toch wel. We leren niet zoveel. Nee, hè? Lijkt het. Nee, hè? Nee, dat is dus wel teleurstellend. Het klinkt bekend voor mij en ik vind het ook zeer jammer. Nu, ik zou zeggen wat er gebeurt nu in Oekraïne is al in 2014 begonnen. Misschien wil je het heel eventjes voor onze kijker en luisteraar ook mee samenvatten. Ja, ja. Want toen is Poetin letterlijk binnengevallen. Ja, en je zegt, dit is nu Rusland, hier is het paspoort en klaar. Ja, ja, precies. En ja. mensen zijn opgestaan. Ja. De Oekraïners zijn opgestaan en zeiden, nee. Zeker. En tegen hun eigen politie, die moest op Oekraïnse politie. Ja, die beelden, ja, als je dat hebt over, als je bijvoorbeeld die documentaire van Maidan en anderen ook, als je ziet hoe, nou dat gebeurt in meer landen trouwens, maar het is inderdaad echt stuitend om te zien hoe, hoe militaire en politie het eigen volk vast proberen te pakken, vast proberen te houden. Dat is inderdaad zo. Ja. Nee, en ik heb, er was toevallig een stuk, dat ging over de Krim. Kijk, Zelensky die heeft, hoe moet je dat zeggen? Hij heeft het eigenlijk steeds hoger opgespeeld. Hè? Dus aanvankelijk was er nog even de gedachte van misschien moeten we de Donbassregio, ik geloof dat dat misschien even één keer gesuggereerd is, misschien kun je dat maar beter afstaan om te vermijden dat die strijd verder escaleert. Daarna kwam meteen het bericht, ja maar als een soldaat voor jouw deur staat en die schiet jouw man en jouw kind dood en je wordt verkracht en weet ik wat, ga je dan vrede sluiten met die man of wat zou je dan... Dus op een gegeven moment dringt het besef doordat dat onomkeerbaar geworden is. Hè? En later werd ook gezegd van, dat ging met name ook over de rol van Europa, dat wij, of de EU, dat aan deze kant te weinig gebeurd is. Waarom hebben wij toegestaan dat Poetin gewoon de Krim binnenvalt? Mm-hmm. Hè? Waarschijnlijk is dat ook een reden voor Poetin geweest van die Europeanen, die doen toch niks. Die zijn bang, die zijn verdeeld, de legers zijn slecht ontwikkeld. Verdeeld, allemaal dat soort dingen. Dus ik probeer het, ik doe het gewoon. Dit hebben ze niet verwacht. Maar dat, dit, ja, maar dat, dit is natuurlijk helemaal... Nee, ik Vind je ook dat dat ook een beetje dankzij is onze leidster, Ursula von der Leyen, dat de eenheid en verbondenheid van Europa nu wel gekomen is? Gekomen is, ja. Ja, maar misschien, kijk, dat is hetzelfde als met die energiecrisis bijvoorbeeld. Ik vind het toch altijd wel jammer dat het probleem eerst enorm groot moet zijn voordat er beweging komt. Mm-hmm. Dat zijn ook veel, dat zeggen de Amerikanen ook tegen Europa. Van, jullie hebben je zaakje weer bij elkaar gekregen, maar zonder druk van buitenaf was het niet gelukt. Idem met de energiecrisis. Hè? Wij hebben het over energietransitie. We moeten af van het gas en weet ik veel wat allemaal. En heel... dat besef is pas doorgedrongen toen ze in het Kremlin of bij Gazprom aan de kraan begonnen te draaien, prijzen omhoog vlogen enzovoort. Ja. Dus dat vind ik, dat is wel een soort, ik vind het als buitenstaander wel makkelijk om dat zo te concluderen. Ja. Want ik denk als je er helemaal in zit, dat het spel toch wel anders is dan wij denken. Ja, denk ik ook. En ik denk wel wat de Ursula von der Leyen heeft kunnen bereiken, is, ik moet ook denken, we hebben al 20 jaar geschiedenis van hoe dat Europa gerund wordt. Dat was ook niet te snel. Hè? Nee, zeker niet. En nee. Je hebt de voor meeste beslissingen unanimiteit nodig. Ja. En dat krijg je niet met de Orbans van deze wereld. Nee, hè? Die doen niet mee. Hè? Nee. Dus, nee, dat klopt. Ja, en ze krijgt het ook niet geregeld om hem heen te gaan, geloof ik. Ik geloof wel dat ze andere regelingen probeerden te treffen, bijvoorbeeld met het maximeren van energieprijs. Maar dat ze dan Hongarije op de een of andere manier maar buitenspel laat. Want je weet nu al wat die man... Die gaat de zaak vertragen. Of die, die weet ik wat. Ja. Is het in Nederland ook zo? Energieprijzen die maal 10 zijn gegaan? Ja, het is de situatie is wel erg verschillend. Maar er zijn burgers nu die... er was zelfs één mevrouw, maar dat gaan er meer zijn. Die hebben alvast zelf aan de energiebedrijven gevraagd om het gas af te sluiten. Omdat ze weten dat die prijzen... Het kan goed zijn dat die nog verder... Je krijgt straks aan het eind van het jaar krijg je een afrekening. Dus die denken, die leggen een extra deken op de bank. Ja. En die hebben een kacheltje of die nemen een hond. Dat is ook warm als je dat tegenaan legt. Nee, maar serieus, hè? Ja, kijk, hond, en daarnaast heb je nog de problemen... En heel veel huishoudens krijgen aan het eind van dit jaar een probleem. Dan krijg je de eindafrekening. Je schrik je waarschijnlijk te barsten wat je dan... En daarnaast heb je de bedrijven. Kijk, in Nederland, ik weet niet of dat in Vlaanderen of België ook al zo is... Is het nu al zo, grotere bedrijven zetten fabrieken stil. Mijn zoon werkt toevallig bij een bedrijf waar dat zo is... Omdat het gas niet meer betaalbaar is. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een bakker. Gewoon een eenvoudige bakker op de hoek.
Die was met zijn ovens, weet ik wat, was normaal gesproken 1500 euro aan energie kwijt. Die is nu 8000 euro kwijt aan energie. Die gaat over 2 weken gaat hij de deur dicht doen. Ja. Dat is nu al aan het gebeuren. Hè? Ja. Dus kijk, in België ook, hè, trouwens. Zo ja, ernstig is het. Hè? Dat is niet normaal. Hè. Nee. Een vriendin van mij is alleenstaande moeder met 2 kinderen. Een jonge baby en een kleintje is 4, 5 jaar. Mm-hmm. 1 inkomsten, en van 170 euro per maand, als zijn elektriek is, die naar 1250 gegaan. Ah, dat is absurd, hè? Ja. En die verdient, denk ik, nog net geen 2000 euro. Dus nee, precies. Daar kun je niet overleven. Nee. Daar kun je niet overleven. Dat is echt, maar er wordt in België toch ook wel een soort fonds. Ja, of maar zijn er van dat soort gedachten? Zij heeft niet minimumloon, dus zij valt daar. Ah, ze kan er niet van profiteren. Nee. Nee. Nee, dus zo zijn er echt veel schrijnende verhalen die wij mogen nu allemaal incasseren, zou ik zeggen. Ja. Weet je wat ik me afvraag? Nou. In België is de elektriciteitsfactuur gemaakt van 1/4, pak maar 1/3 is uw elektriek of gas. Mm-hmm. Al de rest zijn eigenlijk accijnzen en inkomsten voor de staat. Ja. En dat die inkomsten, dus 3/4 van uw factuur, groeit evenredig mee met de prijs van elektriek. Ja, ja, ja. Dan zeg ik zoiets van, oké, dit is makkelijk op te lossen. Bevries de accijnzen en inkomsten voor de staat. Ja. En dan kun je wel als user, bevries die op de status van vorig jaar. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Voilà. Ja. En dan is dat op te lossen, maar niemand praat daarover. Nee. Hoe zou dat komen? In Nederland ook niet. De staat wil die inkomen. Nou, de Nederlandse staat heeft de accijns verlaagd, hè? Dus er is wel degelijk accijns. Alleen, ik kan het verhaal niet helemaal navertellen, maar de experts vertellen wel dat het voordeel van een accijnsverlaging niet terechtkomt bij de groepen die het hardste nodig hebben. Maar dat, okay, dat is een maar beetje een probleem. Dat zijn we nu allemaal, hè? Ja, ja. Maar het ging er daarom. Ja. Ze keken dan bijvoorbeeld naar mensen die leven van hun uitkering, hè? Of mensen die hoewel er ook Nederland mensen, de zogenaamde middeninkomens, die worden ook steeds zenuwachtiger. Dus daar wordt daar, dat eet langzaam ook hun inkomen op. Hè? Maar hier is het dus, ook zo, denk ik. Ja, ja, ja. Ja. Nee, en het is, bedoel, ik hoor van der Leyen dat plan zeggen. Hè? Dus dat ze de windfall profit of de extra winsten van energiebedrijven inleveren. En dan gaat vanuit Brussel een soort verdeelsleutel. Ja, ja, oké. Maar hoe zit dat met winsten van de Belgische staat? Die heeft de grootste. Nee, ja, dat is zo. Maar ja. Ik denk wel, coronakas is leeg. Je moet van ergens komen. Ja, ja, maar ja. Ik vind dit echt, echt niet normaal wat er nu gebeurt. De economie gaat volledig uitgewist worden. Als dit nog een jaar duurt, dan is iedereen gestopt. We gaan dat allemaal kan, doppen, nee, dat de haaien. Ja. Maar Ja. Ik ga ervan uit dat er heel slimme mensen zijn in onze regering. Vast. In jullie regering. Vast. En in onze Europese leadership. Ja, voilà. Ja, ja. Ja, nu kom even op jouw boek over Zelensky en de clown tegen de tsaar. Ja. Naast Zelensky zelf is er ook zijn vrouw Olena. Ja. En dat is de stille kracht achter de sterke man. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ze hebben. Ik wil niet alles vertellen wat er allemaal in het boek staat natuurlijk. Maar inderdaad, Olena is een soort jeugdliefde van hem. Ze hebben in het begin, toen ze net 20 waren of weet ik veel, iets in die koers, hebben ze ook bij elkaar op school gezeten, maar zijn elkaar nooit tegengekomen. Dat is later pas gebeurd op de universiteit. En een van de verhalen, die heb ik overigens niet in het boek opgenomen, van hoe zijn die elkaar eigenlijk tegengekomen dan? Hè? En het verhaal was dat Olena door Kiev, nee, of ja, ik geloof dat het in Kiev was, dat ze daar op straat liep met een DVD van Sharon Stone. Ik ben even de naam van die film kwijt. Basic film, Instinct. Basic Instinct. Dat was het verhaal. En Zelensky is een beetje een mannetje van de wereld. Hè? Hij is klein, maar hè? Het is zo'n type mannetje. En dat die gedacht hebben, god, dat is een mooie dame. En die heeft een leuke film. Daar wil ik wel mee naar de bioscoop. Ik heb dat verhaal op 1 of 2 websites teruggevonden. Maar dat was elke keer zo vaag beschreven dat ik dacht, ja, dit is er met de haren bijgesleept. Dat geloof ik er niet. Maar voor zover ik het nu kan beoordelen. Ze zijn op het moment dat die oorlog uitbrak, zijn ze van elkaar gescheiden. Dus hij zit onder in de Bakovastraat, in het paleis, in het presidentieel paleis. Zij zat toen in Kiev, maar is volgens mij ook diverse keren verplaatst. Om allerlei dingen. En voor zover ik weet, heeft zij heel vaak aan zijn verhalen, aan zijn speeches, aan zijn dingen meegewerkt. Omdat ze ook al bijna 20 jaar, nou nee, dat is te veel, 15 jaar samenwerkte in kwartaal 95. Dus je hoeft haar niets te vertellen over communicatie of hoe schrijf je een scenario
Wat is een goede grap? Wat is een slechte grap? Ja. Expert. Ja. En dat, ik denk dat dat ook zichtbaar is in de filmpjes van Zelensky. En zijn speeches. Echt. Ja, kijk, de man is wat dat betreft is de natuurtalent. Hij is helemaal niet bang voor de camera. Je ziet ook altijd zijn ogen volgen. Hij kijkt je altijd recht aan. Je ziet bijvoorbeeld nooit dat hij een autocue aan het volgen is. Althans, het is mij nog nooit opgevallen. Dus hij praat gewoon. Hij praat eenvoudig en soort. En ik weet bijna zeker dat zijn vrouw hem daarbij elke dag weer ondersteunt. Ja, maar je zegt net, zijn zinnen zijn altijd to the point en kort, ja. Maximum 8 woorden. Ja, ja. Een korte, maar krachtige boodschap. Heel kort en krachtig, ja. Ja. En er zit ook logica in. Hè? Een van de eerste filmpjes die hij publiceerde was van, als de Russen komen, bij ons binnenkomen, dan zullen ze ons gezicht zien. Niet onze rug, lees, wij ontsnappen. Nee, ons gezicht, wij blijven staan. Een week geleden had hij een filmpje weer over de Russen. Dat ze aan het terugtrekken waren. En dan zegt hij, wat wij vooral zien is de ruggen van de Russen. Dus de filmpjes zijn niet alleen op zich interessant. Ze hangen ook allemaal aan elkaar. Dus ze refereren aan elkaar. Je moet ze wel blijven volgen natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft vind ik het ook gewoon een heel, ja, heel goed doordacht. Ja. Niet te moeilijk doen. Ja. Niet ingewikkeld doen. Zorg dat de punten. Maar wat ik je eerder vertelde, bedrijfsleven, onder andere Europees Parlement, die zijn nu aan elkaar ook allemaal memo's aan het sturen hoe je crisiscommunicatie bedrijft. En ze noemen Zelensky bij naam. Als voorbeeld. Als dus, communicatievoorbeeld, ja. Dus er was, ik meen zelfs de man van Sara Lee, dat is de Douwe Egberts koffie. Ik meen dat ik daar een stukje ook van las, van als een bedrijf in grote moeilijkheden verkeert, dan moet de CEO naar de werkvloer komen, hè? Moet naar zijn mensen toe, je moet weten wat er aan de hand is. Je kunt niet per e-mail van bovenaf zaken proberen te gaan niet werken. Ja. En hij noemt Zelensky, hij zei Zelensky werd bedreigd, hij kreeg door Joe Biden een achterdeur aangeboden van, we kunnen je nu ophalen als je wil, heeft hij niet gedaan. Dat wordt door het bedrijf, gebruiken ze ook van, blijf met je, ja, wij zeggen in Nederland, met je poten in de modder. Blijf met je poten in de modder staan. Blijf tussen je mensen staan. En laat je niet omduwen. Ja. Dus daar hebben we erover gesproken. Dat soort lessen er vast uit zouden komen. En dat gebeurt dus ook. Ja. Ieder bij het Europese parlement. Wat doe je bij crisiscommunicatie? Wees duidelijk. Wees simpel. Loop niet weg. Het zijn hele voor de hand liggende dingen. Zeg wat je als leider gaat doen. Ja, uiteraard. Ja. Zeg wat je gaat doen en doe en het. Mensen hebben leiderschap nodig. Zeker. Wij allemaal, denk ik. Wij allemaal. Ja. Daarom hebben we ook onze leiders. Hè. Ja. Dus inderdaad. Het is zeer, zeer interessant. We kunnen hier blijven over praten. Misschien even meegeven. Olena is net geweest. Alleen hier in Brussel. Ja, bij Ursula en bij de parlement. Is ook geweest volgens mij. Ja. Ja, ik vond het heel. Ik heb het niet helemaal gezien, maar ik heb stukken gezien inderdaad dat ze met tranen in de ogen staat, naast Van der Leyen staat. En die dan vertelt, eigenlijk Van der Leyen zegt gewoon, Poetin kan dit gewoon nooit winnen. Dit kan nooit in het voordeel van Rusland of van dingen, kan dit niet aflopen. Ja. Het is echt een endgame, hè. Je moet echt gewonnen of verloren worden. Wordt het tweede Afghanistan voor Poetin, hè, voor de Russen. Ja, dat is een verschrikking. Ja. Maar je ziet aan haar ook, wat ik de laatste tijd helemaal niet meer gezien heb, zijn de kinderen. Want die staan op dat boek natuurlijk als kids van 10 jaar of zo, weet ik wat. Ik lees daar ook heel weinig over, van hoe die dit beleven allemaal. Hè. Dat moet natuurlijk een gigantische verschrikking zijn, dat je vader ergens. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Eigenlijk. Dat kun je niet voorstellen. Nee. Ik denk dat ze harten van alle Oekraïners gewonnen hebben door te blijven. Ja. Maar ook van de hele wereld, min Rusland uiteraard. Ja, er zijn een paar landen en ook een paar individuen. Nou, die heb je in België ook en in Nederland ook een paar. Nee, maar ik denk over het algemeen dat men echt denkt, potverdorie, wat gebeurt daar? Ja, enorm respect voor die man. Ja, voor hem. En alles wat er omheen hangt. Hij is de mikpunt. Ik denk dat ze 24-7 op zoek zijn om Zelensky te vermoorden. Absoluut. Dat ben ik zeker. Zeker met die Wagner-groep. Ja. Dat zijn de huurlingen, dat zijn de ergste van de ergste. Ja, en andere, hoe heet die andere man? Ja, dat is, hoe heet die, Kadyrov van de Tsjetsjenen. Dus hij heeft ook de neiging om allerlei mensen om zich heen te verzamelen die jij s'avonds laat echt niet wil tegenkomen, zeg maar. Inderdaad. Dus in die zin, ja. Er zal iets moeten gebeuren. Ik kan zo niet voorspellen dat ze zeggen, nou, we gaan erover onderhandelen.
En dan een beetje dit, een beetje dat. Dit is echt een zero-sum game. Ja. Vrees ik. Ja. Maar laat ons hopen dat Zelensky zijn taak gaat kunnen volbrengen. En dat de Oekraïne toch vanaf geraakt. Ik dat hoop de het oorlog van harte. Stopt. Zo snel mogelijk. Zo goed zijn voor iedereen. Zeker, zeker, zeker. Ja. Don, we kunnen blijven praten. Het is superleuk. Maar we moeten een beetje tijd in doorhouden. Lees het. Lees het boek. Ik zou zeggen, lees het boek. Lees het Zelensky, boek. De clown tegen de zaar. Ja. En misschien nog eens als afsluiter een boodschap dat je zou misschien willen meegeven. In zijn algemeenheid. You tell me. Laat ik het ook simpel houden. Wees gewoon een beetje vriendelijk. Punt. Bij de deze. Goed, super. Ja, ja. Bedankt om vandaag naar onze studio te komen. Okay, ja. En ik zou zeggen, jij hebt me vorig jaar beloofd om terug te komen in je tweede boek, of volgende boek. Dat is gebeurd. Ja, en is er nog een boek in schrijven? Ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Kijk, Zelensky is een figuur die trok meteen de aandacht. Omdat daar gebeurt zoiets absurds eigenlijk, hè, in Europa. Vanuit de uitgeverij vertelden ze van let een beetje op. Want er gebeuren wel vaker van dit soort dingen die politiek op zijn minst apart zijn. Waar we nu mee bezig zijn is een boek over Big Girl, Brittany Griner. Dat zegt je misschien niks. Dat is momenteel zeg maar de beste, een van de beste Amerikaanse basketballers, balsters. Mm-hmm. Die is ongeveer 2 weken nadat de oorlog uitbrak op een Moskous vliegveld opgepakt. Als met medische hash, ja, medische 0,002. CBD of ja. Nou, die zit nu vast. Die is veroordeeld steeds? Tot 9 jaar. En er wordt nu onderhandeld over haar vrijlating. Waarschijnlijk op basis van een ruil. Met een, hoe heet die, Victor Bout. Een beruchte Rus wapenhandelaar. Die nota bene vanaf een tijdje schijnt het vanaf het vliegveld van Brugge geopereerd heeft. Dat is een wapenhandelaar. Die, in België? Ja. Oh my god, oké. Ja, die heeft daar even geopereerd. Ik weet niet waar die. Ja, hij zit nu gevangen in de Verenigde Staten. Ja. In ieder geval, dat was een wapenhandelaar. Die leverde aan de Taliban, de Tsjetsjenen. Whatever, als er maar geld te verdienen valt, dan heb je het weer. Macht en geld. Macht en dus geld. Wij hebben de hele geschiedenis van Griner beschreven. Dus zij is geboren in Houston. Haar vader kwam uit een extreem conservatief dorpje. Alles wat zwart is, is fout. En nou ja, racisme in Amerika, dat zijn 6 boeken waard op zichzelf al. Mm-hmm. Maar zij komt dus uit die wereld en zij heeft, behalve het feit dat zij een echt gigantisch goede basketbalster is, dame van 2,06 meter, hè? Heeft zij zich ook heel erg sterk gemaakt voor Black Lives Matter. Dus toen Amerika aan de gang was, liep zij voorop voor de LHBTIQ-gemeenschap. Ze is lesbisch. Dus in die zin doet zij van alles oprakelen. En die dame die zit nog steeds ergens in Moskou achter de tralies te wachten tot Poetin, want ik weet zeker dat het een compleet verpolitiekte kwestie is. Ja, dat is zo. Van hoe kan ik die Amerikanen nog een keer dwars zitten? Kan ik nog meer mensen eruit halen? Weet je, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus dat is het volgende boek. Dus het leven van die mevrouw, maar tegen de achtergrond van de gespannen verhoudingen tussen de Russische Federatie en de Verenigde Staten en de oorlog in Oekraïne, uiteraard. Voilà. Dat komt er. Dat komt eraan. Ik kijk er alvast naar uit. Goed. Voilà. Dank je wel, Don, voor deze mooie gesprek. Oké. Okay. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik nodig onze kijkers en luisteraars om naar onze podcast te kijken op het YouTube-kanaal van Boekencafé. En we kijken naar de playlist op de Sofa met Seca. En hetzelfde op onze website boeken.café vind je al onze podcasts met al onze auteurs. En elke week komen we op zaterdag met een nieuwe podcast te verschijnen. Voilà. Ik dank jullie voor jullie aandacht en Don Kronenburg en Seca Dobrich via Checking Out.